Ik zit dan van Wilmsen. Zijn er een bewoner? Als het over dit soort gevoelige kwesties gaat. Vaak doen gemeentes doen wel een inspraak, maar inspraak een beetje achteraf. We hebben gisteravond een eerste bijeenkomst gehad in Noorderlijk. En u heeft dat onbeduidend in de krant kunnen lezen en dan over een groep omroepraad te kunnen zien. En dan was het sprake van emoties, boosheid en teleurstelling. En dat snap ik. Dat begrijp ik. Dat moet u zeker ook niet wegstoppen en dat doe je ook niet. Dat vind ik ook goed. Maar ook was er sprake, en dat moet ik toch kwijt, van verbaal geweld. Daar ben ik wel van geschrokken. En dat wil ik u ook laten weten. Na afloop ben ik ook door heel veel mensen die daar waren gezegd dat ik de burgemeester dat willen eigenlijk niet. Daar gaan we je zeker niet ontkennen. Maar ik denk dat het grootste probleem hier is dat de wijk De Heuvel elke keer uitgekozen wordt voor dit soort projecten. Terwijl De Heuvel. Ik woon er al 34 jaar. Ik heb vele processen meegemaakt. Dieptepunten en hoogtepunten. Dan begrijp ik alleen niet. We zitten in Breda en we hebben heel veel wijken in Breda. Waarom dat niet evenredig door heel Breda wordt? Het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk om De Heuvel, Tuinzicht, Mensen daar tot de locatie gekomen in de afgelopen. Wat wij willen schrijven. Wat wij gedaan hebben, en die informatie hebben we ook omdat er zoveel vragen is, het is ook openbaar gemaakt. Wij hebben gekeken, u was er gisteren, je hebt de lijst gezien, je hebt wat gebeurtenissen jij kunnen beoordelen. Frans, ik kom zo bij jou ook. Hetzelfde antwoord als gisteren, omdat gisteren dezelfde vraag werd gesteld. Okay. En dus ook hetzelfde antwoord wordt gegeven. Oké, okay. Nou, dit is gewoon een moeilijke keuze. Dan gaat hier naam.